Kijk dit hier. Met welk gevoel sta je hier? Ja, kutgevoel. Kutgevoel. Ja. Kijk, ik wil wel... Kijk, Roda is een hele goede ploeg, hè, want het was absoluut gevaarlijk. Alleen als het in de 74e minuut nog 0-0 is, dan weet je dat wij ook wel een ploeg zijn. Een beetje dezelfde wedstrijd als vorig jaar tegen hun. Dat je dan zelf ook vanuit de omschakeling een goal kan maken. En dan, ja, dan probeer je die wedstrijd te winnen. Maar ja, nu was het door de penalty situatie 1-0. En dan, ja, dan weet je, dan gaan wij van bank spelen. En dan, ja, dan wordt het 2-0, 3-0. Ja, maar die 1-0 is het kantelpunt. Nou ja, uiteindelijk wel in de wedstrijd qua score inderdaad. En qua eerlijk gezegd vonden we wel beter dan ons. Ja, je speelt een lastige eerste helft. Ja. Waarbij Roda met in de vorm van Dylan Vente ook de beste kans krijgt. Maar tweede helft lijkt je het gewoon veel beter onder controle. Ja, te dat is ook. Hebben we het iets anders gedaan en wilden we eerst met 3 spitsen druk zetten. En ja, dat kwam er ook niet echt uit. En toen hebben we het gewoon compact gemaakt. Eigenlijk vrij snel toen we dat deden was de onderschepping van Danny. En krijg je vanuit de counter een mogelijkheid. Ja, dan moet je de goal maken, hè? Want kijk, veel kansen tegen Roda krijg je niet. Hè? Het is een goede ploeg gewoon. En ja, nogmaals, dan denk je dat je het in ieder geval onder controle hebt. En dan valt de situatie met de penalty en die is discutabel, hoor ik net. Ja, je bent in de kleedkamer geweest. De vraag hier werd ook gesteld, waarvoor werd de penalty nou gegeven? Is het voor de overtreding? Is het voor een handsbal? Ja, nee, voor het raken van Vente op zijn enkel door Rick Mulder schijnbaar. Maar ja, dat hebben wij allemaal niet gezien. Nee. Ja, en uiteindelijk, je komt daardoor 1-0 achter. Of het dan 1-0 of 3-0 wordt, dat maakt niet uit. Je gaat far bank spelen. Ja, ja. Ja. Ja, goed, dan wordt het wat je zegt 0-2 en dan, ja, dan wordt het op het einde natuurlijk nog steeds gefrustreerder en ja, dan drukt dat zich ook nog uit in 0-3 schoenen. Ja. De uitslag stemt je niet tevreden. Waar ben je wel tevreden over deze wedstrijd? Ah, kijk, de vechtlust wel en kijk, de jongens zijn allemaal leeg en hebben een hele moeilijke wedstrijd gespeeld en dan moet je toch geloof houden. En nou ja, op het moment eigenlijk dat je denkt van nou ja, hun komen er steeds moeilijk doorheen, bij hun vloeien de krachten ook wat weg. En ja, dan krijg je nogmaals een situatie die wedstrijd beslist. En ja, we hebben net in de kleedkamer teruggekeken en dan, ja, dan zie je toch dat er niks aan de hand is. En, ja goed, ik heb de scheidsrechter ook gezegd, ik vond dat hij laf gefloten heeft. Ja. Maar je moet ermee doen. Ja, helaas wel elke vrijdag hun met mij en ik met hun, maar ja, kijk, ja, het is moeilijk om daarop te reageren, dat zou verder maar niet doen. Daarom, dus gaan we het ook niet over die gele kaart maar hebben. Ja, ik was heel blij mee, hè. Ik ging juichen toch? Ja, ik zag het. Ja, ook dat, weet je. Nee, maar kijk, Limbombe die krijgt 2 keer geen geel en Mahali krijgt geen geel omdat hij al geel heeft, hè, wordt gewoon gezegd in het veld. En een vierde man die steeds terug blaft naar je vierkant. En nou ja, weet je, dan even slikken. Dom. Dankjewel, Jack. Ja. Rick Mulders, de grote vraag die hier in de gang bij de pers speelt. Wat gebeurde er met de penalty? Nou, we komen op via links en steken de spits weg. En Vicky heeft de binnenkant en ik... kon ik anticiperen op dat hij mee naar buiten nam. Dat deed hij ook, dus ik loop nog mijn bochtje omheen, zeg maar. Ik kom nog met mijn benen ervoor. Vervolgens struikel ik door hem. Struikelt hij over me heen, tikt de bal nog met mijn hak weg en geeft die penalty. En ik heb hem net nog teruggezien en ja, daar bleek dat ongeveer wat hetzelfde was als ik op veld waarnam. Ja. Dus ja, het is en een lullig moment en zeker ook nog eens onzin, dus die doet pijn. Ja. Heel even was er nog twijfel op de tribune of je de bal met je hand raakte. Oh nee, dat is niet. Dat is totaal niet aan de orde. Dan ga je naar de scheidsrechter. Wat zegt de scheidsrechter dan? Ja, eerst wilde hij niet met mij praten, maar toen zei ik, scheidsrechter, luister, ik vraag het op een nette manier. Kan ik dan ook alsjeblieft een net antwoord krijgen? En daarop antwoordde hij van, ja, jullie raken hem beide aan. En ik zei, ja, het is voetbal, dus ja, je raakt nou eenmaal mensen aan. En meer wilde hij niet over kwijt, dus, maar ja, ik heb net de beelden gezien en ik vond, ja, het was eerder nog een overtreding voor mij dan een penalty. Maar ja, hij geeft hem en daar moeten we het mee doen. Daar moet je het mee doen. Uiteindelijk is dat het breekpunt, het kantelpunt in de wedstrijd. Ja. Had net ook met de trainer over, of het dan 0-1 of 0-3. Ja. Dat doet er niet toe. Ja, maar het is ook een wedstrijd, dan zag je de eerste helft ook. Dan blijven we wellicht tot de 90ste minuut 0-0. En nou gaan we hals over kop ons centraal naar voren sturen. Ja, dan valt het snel naar 3-0 die kant op. Maar anders heb ik wel het gevoel dat we het hier op 0-0 kunnen houden. En misschien gebeurt dan nog iets geks in de laatste minuut. Dan moet ik zelf ook wel concluderen en anderen ook wel iets de overhand. Maar ja, dat moet natuurlijk bij zo'n moment niet uitmaken. Ja, dat is het. Roda is voor rust de bovenliggende partij. Ja, ja. Krijgt de beste kansen.
Ja. Maar tweede helft heb je alles onder controle. Ja, ja op zich wel. En je weet dat zo'n eindfase ooit apart uit kan draaien. En, maar daar hebben we de kans nou niet voor gehad. Nee. Dus ja, helaas. Bestolen? Ja, in zekere zin wel. Dankjewel. Dankjewel.